We werken op dit moment meer thuis dan ooit en de kans is natuurlijk groot dat dat ook na de crisis zo blijft. Hoe blijf je dan toch vitaal? In deze video geef ik je 2 tips en 3 oefeningen. Thuiswerken betekent voor de meesten van ons ook dat we heel veel zitten. Maar wie veel zit, staat ook veel op. En dat doe je dan normaal gesproken zo door een beetje te duwen. Maar als je je handen niet gebruikt, dan is dat eigenlijk gewoon een squat. Dus maak daar meteen 12 herhalingen van. En dan heb je een goede oefening. De chair squat. Een moeilijke spier om thuis te trainen is de tricep. Maar je hebt hem nodig voor heel veel dingen. Voor duwen, voor push-ups. Dus hij is wel belangrijk. Hij houdt je arm ook een beetje strak. En hij kan eigenlijk heel goed op een stoel. Je gaat zitten met je handen zo naar voren. Billen vlak tegen die stoel aan. En als je je benen krom houdt, is die iets makkelijker. Als je ze strekt, wordt die iets zwaarder. Dan ga je naar beneden, dippen. Rug gaat vlak langs dat zitvlak, armen gestrekt omhoog. Uitduwen en dippen. Doe hem 10, 12 keer, heb je een goede oefening. De chair dip. De derde oefening voor thuis is de split squat. Hele mooie oefening, omdat je je billen, je benen werkt, maar ook je core heel erg, doordat je je evenwicht moet bewaren. Je zet 1 voet op de grond voor de bank. Je legt eigenlijk je achterste voet op de bank. Misschien moet je je schoenen thuis uitdoen, maar het is de bovenkant, dus hij wordt niet vies. 1 been naar voren en dan ga je naar beneden. Deze knie die komt niet voor die teen uit, dus elke keer omhoog alsof je een squat maakt en naar beneden. Heupen blijven op 1 plek. Doe deze oefening zo 6-7 keer per been. Dan heb je een hele fijne oefening. De split squat. Een tip om thuis meer aan je beweging te komen. In ons hoofd zijn we vaak bezig met zo efficiënt mogelijk. Dus als je naar de trein gaat met de fiets, dan zet je die fiets zo dicht mogelijk bij de ingang. Of als je een keer met de auto naar de supermarkt gaat, wil je zo dicht mogelijk bij die deur parkeren. Dat moet je omdraaien. Parkeer juist eens een keer ver weg. Zorg dat je een lekkere stukje moet lopen. Meer beweging. En thuis zet je printer in een andere ruimte. Dus moet je even opstaan, even een stukje lopen om je documenten uit die printer te halen en pas dan weer aan het werk te gaan. Tip 2. Plan je beweging aan vaste momenten. Een van de allermoeilijkste dingen is om nieuwe gewoontes te creëren. Dus zorg ervoor dat je de nieuwe gewoonte, iets wat je je voorneemt, plakt aan iets wat je toch al doet. Bijvoorbeeld bij het tandenpoetsen. Elke dag dat je tanden poetst, ga je even tegen de muur zitten. Of elke dag na de lunch ga je een half uur wandelen. Plan het op vaste momenten, dan is het makkelijker vol te houden. Dat was het voor deze keer. Maar heb jij nou thuis ook een leuke tip? Zet hem dan online en gebruik de hashtag #vitaalthuis. Blijf thuis ook in beweging. Bedankt voor het kijken. Tot volgende keer.